Gelijk op een wetenschappelijk niveau gooien met de gasten van nu. Matthijs Kolkhuis Tanke en Pim Baks. Van harte welkom allebei. Dankjewel. Goed dat jullie er zijn. Jullie zijn van de Leidse Fles. Ja, dat klopt. Ja, het staat 100 jaar, dus we hadden het moeten weten natuurlijk. Maar wij stonden elkaar aan te kijken, want het Leidse Fles nooit van gehoord. Nee, dat was niet goed, maar dat zegt iets over ons niveau natuurlijk. Hè? Dat begrijp ik ook wel. Bravo. Dus we zijn vooral benieuwd. Het bestaat al 100 jaar. Wat is er in die 100 jaar allemaal gebeurd? Wanneer is het begonnen? Het is begonnen in 1923. Ja, dat moet wel, hè? 100 jaar. Ja, 100 jaar geleden. Dat kunnen weten. Dus hier al, dat ik een stomme vraag stel gelijk. Ja, precies. Ja. En, het is van de wiskunde, informatica, natuurkunde en sterrenkunde Leiden. Studievereniging. Vooral voor twee doelen. Samen studeren. En ook samen plezier hebben. Aangezien de helft van je studie zijn de contacten onderling. Ja, ja. Wie heeft dit ooit bedacht, dit? De wetenschapper Paul Erevest, die heeft een groep studenten bij elkaar gezet. En niet alleen bij ons, maar ook bijvoorbeeld bij de Leidse biologen. Die zijn in oktober of november aan de beurt met een 100-jarig lustrum. Ja. Dus die zijn bij meer met de oprichting. Maar die Paul Erevest, die was een hoogleraar. Ja, ja, en die een professor in de natuurkunde. Die mensen moeten een beetje met elkaar gaan praten, want dan komen ze verder. Ja. Was dat een beetje het idee? En dat is nog steeds het idee eigenlijk, 100 jaar... Nou, volgens mij weet jij die meer van, Pim. Ja, even voor de duidelijkheid, jij bent inmiddels niet meer zelf student, hè? Nee, ik ben 3 jaar geleden afgestudeerd. En jij bent nog wel student. Ja. Dus jij zit er nog volop in. Maar je mag ook als je alumni bent, mag je ook nog steeds meedoen aan de Leidse Vlees. Ja, hij is ongeveer tegelijkertijd bij mij begonnen met studeren. Ja, een jaartje later. Oh, oké, okay, ja. Oh, dit was even steek onder water eigenlijk. Van... Ja, uiteraard. Zo ken ik hem weer. Hele gezellige club is dat, Leidse Vlees. Nou ja, het is ooit opgericht als voornamelijk wetenschappelijk groep. Maar het is geleidelijk aan steeds meer uitgegroeid tot iets dat je meer gezelligheid naast je studie kan doen. Naast ook nog inderdaad dingen zoals studiereizen. Gaan we volgende week naar Canada. Maar gewoon ook... carrière-georiënteerde activiteiten om een beetje in aanraking te komen met de markt, om te weten wat je later met je studie kan doen. Dus het is heel breed eigenlijk. Ja, ja. En er zitten dus mensen die studeren wiskunde, natuurkunde, informatica, sterrenkunde. Ja. En is het juist de bedoeling dat die verschillende richtingen uitgewisseld worden? Ja, een beetje in contact komen met de andere studies, aangezien er best wel wat overlap zit tussen de verschillende studies. Is het ook wel prettig om, als je natuurkunde studeert bijvoorbeeld... wat aan wiskundigen te kunnen vragen van... hoe zou je dit wiskundig aanpakken? Terwijl als natuurkundige je het wat meer experimenteel zou benaderen. Dus op die manier zorgt het ook weer voor een goede dynamiek onderling. Ja. En er zijn veel studenten die ook meerdere studies volgen. Die studenten hebben wiskunde en natuurkunde, wiskunde en informatica. Volgens mij deed jij informatica en sterrenkunde. Ja, klopt. Dus. En wat is voor jou, je bent inmiddels alumni, maar die zit er nog steeds bij. Want waarom doe je dat nu nog dan? Waarom zit je er nu nog bij? Nou, in de eerste instantie, we begonnen 2 jaar geleden met de voorbereiding voor de 100-jarige viering. En ik weet niet of je nog herinnert, we zaten in de corona-lockdown. Alle hobby's waren verboden door de overheid. Mm-hmm. En toen werd ik ineens opgebeld met, we zoeken nog een alumnus die wil meehelpen met de viering. Aangezien hij toch ook wat meer geschiedenis heeft dan de afgelopen 5 jaar. Ja. En ik had een hobby nodig. Dus zo begon het. En uiteindelijk... is dat geresulteerd in dat ik er nog steeds bij betrokken ben. Ook natuurlijk deels op afstand. Maar vooral met contact ook buiten de vereniging ben ik veel betrokken bij geweest. Begeleiding van verschillende organisaties die we hebben. Dus de organisatie van het festival dat we afgelopen zaterdag hadden. Ja. Die heb ik mee begeleid. Ja, ja. En andere, ook bijvoorbeeld met het symposium, heb ik deels mee begeleid. Heb je er veel aan gehad om lid te zijn van de Leidse Fles? En je bent nog steeds, dus, maar wat heb je eraan gehad? Ontzettend veel. Bijvoorbeeld met mijn huidige werkgever, die heb ik via de Leidse Fles gevonden. Wat doe je nu? Ik ben nu zit in een softwareontwikkelteam en voor woningcoöperaties. Maar hoe kom je dan in aanraking met je werkgever via zo'n studentenvereniging? De werkgever, in mijn geval dus een softwareontwikkelaar, die heeft eigenlijk gewoon een gebrek aan personeel. Onze studenten van de Leidse Fles zijn heel erg gewild. En de werkgevers die gaan dan bij de verenigingen langs, die vragen: kunnen wij promotie bij jullie maken? Dus de vereniging organiseert heel veel activiteiten, ook voor bedrijven. Ja. Om zichzelf in de kaart te... Ja, dus ook daar is het handig voor om bij een vereniging aangesloten te zijn. En jij, Pim, wat heb jij er inmiddels aan gehad? Ja, ik heb er naast natuurlijk gewoon goede vrienden te hebben gemaakt binnen de vereniging... heb ik ook door het doen van commissies bijvoorbeeld... heb ik een hele hoop ervaringen opgedaan in het organiseren van activiteiten... of wetenschappelijke contacten leggen met professoren in Nederland of in het buitenland. Bijvoorbeeld ook door zelf een studiereis te organiseren naar Schotland en Ierland.
Dus op die manier... En wat doe je dan trouwens? Je gaat naar Schotland, Ierland. Maar goed, dan moet het daar ook over natuurkunde, wiskunde, sterrenkunde gaan. Ja, het is grotendeels is het studiegerelateerd. Maar het is ook af en toe wat culturele dingen. Dus we hebben een tour door de Highlands langs Loch Ness gedaan en zo. Mm-hmm. Maar het grootste deel van de studiereis... Maar ga je ook een wetenschappelijk onderzoek of dat monster echt heeft kunnen zijn, bijvoorbeeld? Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Maar het hoofdzakelijke deel van zo'n studiereis is lezingen van professoren in de steden waar we dan heen gaan. Dus Edinburgh, Glasgow en Dublin. Ja, ja, ja. Daar vooral lezingen gekregen. En dan uitwisseling met ook plaatselijke studenten daar dan? Nou, niet per se een uitwisseling, maar het is wel vaker gebeurd dat er dan studenten meegaan met zo'n reis. Die dan denken van, nou, dit is zo'n gave stad, daar wil ik vaker heen. Of die gaan dan een minor doen of die doen een master daar. Ja, ja. Dus op die manier helpt het ook wel studenten te verbreden. Ja. Waar ik eigenlijk heel benieuwd naar ben, van hoe jullie leven naast dan studentenvereniging eruit ziet. Zijn jullie altijd bezig met sterrenkunde, natuurkunde, wiskunde? Nou ja, zo af en toe. Ik heb zelf naast mijn studie ook nog wat programmeerprojectjes waar ik wel eens aan werk. Niet per se iets wat je zou kennen, maar gewoon dat soort dingen doe ik er ook nog wel eens naast. Ja. Dus eigenlijk in mijn vrije tijd ben ik er ook wel een beetje mee bezig. Dus eigenlijk, het is gewoon echt jullie leven gewoon. Je blijft reetactief. Bijvoorbeeld, ik wou bijvoorbeeld kaartjes hebben voor de Formule 1 van Zandvoort. Nou, dan wist je dat er via een bepaalde site wie het is komt die de eerste maand was. Ja. Nou, je wil voorrennen de reis zijn. Dus ik heb een machientje geprogrammeerd die elke ochtend even doorgaf of de kaartverkoper open was. Hoe werkt dat? En toen was ik de eerste. Ik zie hier een gat in de markt. Kan je even een tipje van de flyer oplichten hoe dit werkt? Hoe doe je dat dan? Je kan de site laden. Kan ook automatisch, hoeft niet handmatig via een browser. En dan zie je vooral een plek kaartverkoop binnenkort beschikbaar. Ja. En dan is die tekst weg. Stuur het pushbericht naar mijn telefoon. Dat was ongeveer het recept. En dat als de tekst van binnenkort beschikbaar weg is, dan zijn ze beschikbaar. Even, is dit ook inmiddels een algemeen beschikbaar tooltje? Of, dat heb ik even alleen maar zelf gemaakt. Anders werkt het ook niet meer natuurlijk. Als iedereen het gebruikt, dan heb je er niks meer aan natuurlijk. Ja, precies. Ja, zijn er nog meer van die leuke dingen die we met elkaar zo hebben uitgevonden? Zo. Waar beginnen we? Niet specifiek noem eens wat. Iets, maar we hebben onze eigen administratie en website en zo onderhouden we natuurlijk ook allemaal zelf. Want er zijn genoeg mensen die enthousiast zijn over dingen in elkaar knutselen met de computer. Dus zo'n beetje het hele systeem van de vereniging. We hebben een tv in de verenigingskamer hebben we staan. Ja. Al dat soort dingen die worden allemaal door onszelf ontwikkeld, onderhouden en dat soort dingen. Dus, we hadden toch volgens mij wel een koffiezetapparaat in de kamer. Nou, die zetten dus 20.000 koppen koffie per jaar. Mm-hmm. Dus die was kapot en binnen een jaar uit de garantie. Toen hebben we dat ding leren thee zetten. Dat was een project van niemand. Een koffiezetapparaat dat thee kan zetten. Nou, dat is wel leuk, ja. Dat je diversiteit hebt, dat is heel goed. Ja, en naast het programmeren zijn er ook genoeg mensen. Er is een sterrenkundedispuut die rondleidingen doet op de Leidse Sterrenwacht. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal mensen die heel fanatiek zijn in gewoon leuke dingen waarnemen. Dus dan is er een zonsverduistering en dan hebben ze weer een activiteit. Of dan is er een keer geweest, kort geleden, dat volgens mij Jupiter en Venus dicht bij elkaar stonden. Dus dan hadden ze ook weer een observeeravond. Dus ook daarnaast, naast het programmeren zijn er ook nog genoeg andere dingen die mensen in hun vrije tijd doen. Nou, vorige week hadden we hier een mevrouw, Diana heette van de voornaam, de achternaam heeft je het niet, maar in ieder geval, die vertelde over kunstmatige intelligentie. Er is namelijk van de week een webinar of een seminar over geweest. Een bijeenkomst, symposium, jeetje. Nou ja, niet voor iets. maar even, hoe kijken jullie daarnaar? Wat ik even benieuwd naar, want jullie zitten ook een beetje in dit hoekje. Ja, op welke manier bedoel je precies? Nou ja, is het nou, want al die dingen die jij net noemt, die uitvindingen die jij hebt gedaan, ik bedoel, een uitvinding, hè, dus je leert een programmaatje gewoon zorgen dat je snel op de eerste plek staat van een wachtrij of een koffiezetapparaat thee leren zetten of omgekeerd. Ja, het is een heel handig hulpmiddel, alleen je moet in dat soort technieken altijd goed bekijken van waarvoor wil ik het echt gebruiken. Bijvoorbeeld, je kan bijvoorbeeld de bepaling van waarde van huizen, de WOZ-waarde bijvoorbeeld, die kun je via kunstmatige intelligentie laten bepalen. Ja. Maar er staat in de wetgeving dat de gemeente moet uitleggen hoe ze die waarde bedacht hebben. En bij kunstmatige intelligentie, je kan niet de bak opentrekken, de motorkap opentrekken en zeggen, ja, zo gebeurt het. Ja, ja. Dat kan niet. Ja. Maar wat je bijvoorbeeld wel kan doen is via kunstmatige intelligentie bepalen, want dat zijn wel meestal de meest precieze waardebepalingen. En dan kun je daarnaast eigenlijk een beetje meer klassieke bepaling hebben van
Ja, als we het sowieso voor de postcode, kijken waar de supermarkten zitten, kijken waar de verkoop in de buurt zijn. Kun je ernaast leggen en kijken of het van elkaar afwijkt. Ja, maar nu werk jij inmiddels in de informatica, maar zie je dat nou als een ondersteuning voor jou of zie je het als een bedreiging ook? Vooral een ondersteuning. Ja, dus hangt even vanaf in welke doelgroep je zit, ja. Dus het gedeelte wat overblijft wordt voor jou misschien juist interessanter? Ja. Is dat het dan eigenlijk? Ja, het neemt wel wat werk uit handen. Ja, dus ja. Als je zei van ik heb een basisopzet nodig van iets. Soms doe je dat een halve dag om dat te maken. Nu zeg je tegen het programma van schrijf het voor me uit. Je corrigeert een aantal dingen dat hij fout heeft. En je bent daarin wel sneller klaar. Kun je door naar de interessantere zaken. Ja. Hoe moet het verder met de Leidse Fles? Jullie bestaan 100 jaar. En nu? Ja, er is natuurlijk nog steeds gewoon genoeg te doen. De afgelopen jaren hebben we ook gewoon genoeg activiteiten gehad naast de studie. Dus ik zou zeggen, op datzelfde tempo door en dan opbouwen naar de volgende 100 jaar. Ja. Blijft er meer dan genoeg aanwas van nieuwe studenten? Ja, dus, elk jaar komen er weer nieuwe eerstejaars. Is het wel altijd alleen voor de studenten bedoeld? Of kunnen er ook buitenstaanders af en toe aan de activiteiten deelnemen die jullie organiseren? Het varieert een beetje, maar heel vaak is het wel bedoeld voor de studenten. En dan zijn soms de alumni bijvoorbeeld ook nog helemaal welkom. Ja. Maar het meeste is wel gericht op onze eigen studenten. Ja. Ja. Nou, Tijmen. Maar wat zijn die alumni? Toch nog even doorstuderen. Alumni is afgestudeerden die, ooit onze studies hebben gedaan. Ik heb geen idee, Arno. Nee, maar maakt niet uit. Maar goed, je bent ook niet zo ver, want je moet nog beginnen natuurlijk. Ja. Dus dan kan je nog geen alumni zijn. Maar één voorbeeld van de activiteiten die voor het hele publiek toegankelijk was, was het festival afgelopen zaterdag. Het festival. Zo mooi. Het was de grootste activiteit die de Leidse Fles ooit heeft georganiseerd. Met 650 aanwezigen. Dus, hoeveel hadden we ook weer? Ja, 650. Grasveldje dus, vol. Zo. En allemaal studenten of oud-studenten? De meeste waren studenten, oud-studenten, maar het waren ook genoeg vrienden van studenten bij ons. Of mensen die langs zijn gekomen via verschillende media. Dat bijvoorbeeld dat we chips naar Leiden hadden gehaald. Ja. Dus die hebben daarmee gewoon een kaartje gekocht. Wat hadden wij gehad? Chips. De band uit 2008. Oh, de band. Ja, we hebben nodig chips. Nee, precies, wij missen hier chips. Nodig. Omdat jij natuurlijk in de informatica zit, dacht ik, misschien bedoel je die chips. Maar je bedoelt chips, de band. Ja. Ja, die waren in Leiden. Ja, die waren er. Swifty, wel bekend van het nummer Dakterras, die waren er ook. Ja. Barry Badpark, die kan natuurlijk niet missen op een feestje. Die hoort hierbij. Ja. Ja, we hadden een flink goede line-up. Ja. Ook nog andere artiesten die misschien wat minder bekend zijn. Maar inderdaad, de Gebroeder Scooter die bekend zijn van Escalatiemixen. Ja, onze line-up. Mensen hebben allemaal gemist. Maar als jij dan gewoon gaat studeren, dan kan je binnenkort ook bij de Leidse Fles misschien. Dat zou wel leuk zijn. Dan kan je er ook vanuit intern een beetje over meepraten. Dat zou mooi zijn. Heel veel succes met de komende periode met de Leidse Fles. De studentenvereniging die dus inmiddels sinds afgelopen week 100 jaar bestaat maar liefst. Matthijs Kolkhuis, danken. En Pimbaks. De Unity punt nu vrij Mibo. Nou, Tijmen. Goed nummertje wel. Ja, dat is een goed nummertje, hè? Zeker. Ja. Lees je veel? Of, Ik deed het wel. En ik lees nu ook heel veel muziektheorieboeken. Dus, nou, op zich. Oh ja, natuurlijk, ja. Dat moet wel even met de muziek te maken hebben met jou. Nou, we gaan praten over een boek. Een nieuw boek dat eigenlijk de oorsprong heeft in Voorschoten. Want daar is geschreven door Jet Nijland, die hier is. Vanuit de welkom. Goedenavond. Goedenavond, ja. Het boek Als de sterren fonkelen is fonkelnieuw deze week. Klopt. Even, Jet, jij bent nog maar kort eigenlijk schrijfster, hè? Officieel dan? Officieel, ja. Ik heb vorig jaar kwam mijn debuut uit, Zwaluwdans. Toen mocht ik hier ook zijn, was heel leuk. Dus toen jullie me nu weer uitnodigden, dacht ik, yes. Ja. Gezellig. Ja, want je schrijft misschien al wel heel lang, of schrijf je hele leven al? Eigenlijk wel. Ik heb het wel altijd heel leuk gevonden, maar een boek schrijven, dat kwam pas later, dat idee. Maar ik moet zeggen, over mijn eerste boek heb ik wel echt meer dan 10 jaar gedaan. Dat is best wel gênant. Maar dit boek ben ik iets... Toen had ik het trucje door. En nu was je in een jaar klaar? Eigenlijk wel. Oh, ja. Zo kan het gaan ineens. Ja. Maar even 10 jaar over een boek, dan op een gegeven moment ben je toch helemaal zat? Dan denk je van, nou, laat maar. Of, het heeft ook wel een tijdje in de kast liggen verstoffen, dat manuscript. Maar op een gegeven moment heb ik het toen weer opgepakt. Maar dit boek, ja, het idee kwam wel iets eerder, moet ik zeggen. Maar echt een jaar heb ik er wel hard aan geschreven. Ja. Dat,
Is dit nou je baan? Ben je nu schrijfster als baan? Of doe je nog andere dingen daarnaast? Ik doe ook wel wat anders daarnaast. Ja, ja. Je kan in Nederland... Ja, we zijn een klein landje. Ja. En zoveel wordt er dan ook weer niet romantische boeken gelezen. Dus ik kan er nog niet van leven. Maar ik ben wel officieel schrijfster. Het is wel mijn vak. Maar daarnaast heb ik een hele suffe kantoorbaan... waar we het vooral niet over moeten gaan hebben. Ja, maar het betekent dus wel dat je moet schrijven in je vrije tijd. Ja. Ja, dus ja. Je hebt niet dat je zegt van... nou ja, ik leef ervan, dus ik gewoon 's ochtends 8 uur bed uit en we gaan schrijven. Dat gaat dus niet, behalve in het weekend misschien. Ja, lijkt me heerlijk om dat wel elke dag te mogen doen. Maar ja, helaas. Ja. Ja. Want hoe schrijf jij dan? Heb je een bepaalde plek waar je graag schrijft? Gewoon thuis of ergens anders juist? Ja, nou, ergens anders dan ben ik wel heel productief. Af en toe zo eens per jaar of eens per 2 jaar... dan trek ik me terug in een huisje in het bos. Alle stilte. Ja. En dan kan ik heel veel schrijfmeters maken. Dus dat is heel fijn altijd. Maar ja, dan moet ik wel echt een bestseller gaan schrijven. Wil ik dat heel vaak kunnen doen. Dus meestal schrijf ik gewoon thuis. Maak ik het gezellig. Kopje thee, chocola, koekje erbij. Ja. Dan lukt het ook wel. Dan komen er ook nog wel regels. Of ben je dan vooral met de koekjes en de chocola en de thee bezig? Dat ligt eraan. Als er even geen inspiratie is, dan... Geen mens om je heen ook in ieder geval dan. Nee, dat is niet handig. Je moet wel echt dan alleen zijn. Ja. Is het goed gegaan met het vorige boek trouwens, Zwaluwdans? Nou, zeker. Ja, ik denk een paar weken geleden heb ik ook gehoord... dat ik in de finale zat voor het meest romantische... of het beste romantische boek van 2022. Dus ja. Ah, nou kijk eens aan. Jeetje, wat een eer. Ja, zeker. Dat zegt dan iets, hè? Ja, blijkbaar kan ik het. Ja, blijkbaar kan je het. En het blijkt ook dat je er nu al meer ritme in hebt gekregen. Want in een jaar heb je het boek Als de sterren fonkelen geschreven. Mm-hmm. Kun je het vertellen over dat boek? Ik zei net al, het heeft ook te maken met de Tweede Wereldoorlog. In die zin is de timing ook niet voor niks, denk ik, deze week uitgebracht. Ik heb er wat extra vaart achter gezet. Want ik wilde heel graag dat het deze periode uitkwam. Maar niet alleen commercieel gezien. Dat zei ik net al, daar gaat het niet echt om. Maar ook gewoon dat ik het verhaal zelf heel belangrijk vind. Ja. En dat... deze periode heeft de oorlog net wat meer aandacht. En wat mij betreft is dit een verhaal wat ook wel echt verteld moet worden. Het is gebaseerd op waar gebeurde feiten. Ja, het wordt een historische feel-good roman genoemd. Maar goed, het speelt in de oorlog. Dus in hoeverre kan je feel-good hebben in de oorlog? Liefde. De liefde, ja. Het gaat altijd om de liefde. Ja. Simon, dus met jou, met de liefde, gaat goed? Nou. Zullen we daarover hebben? Moet een boek over schrijven. Nou, laten we heel even teruggaan naar het boek. Goed. Maar in hoeverre speelt de liefde een rol in dit boek? Het is een liefdesverhaal met als achtergrond de Tweede Wereldoorlog. Het is ook gebaseerd op de familiegeschiedenis van mijn eigen opa en oma. Ja. En ik zit hier, dus dat is goed afgelopen. Ja. Het begint eigenlijk, het verhaal begint... Nou, dan ga ik alles door elkaar halen. Het begint bij Liz en dat speelt zich af in 2010. En Liz krijgt van haar opa een geel boekje met aantekeningen. En daarin leest ze een beetje waar hij is geweest in de oorlog. En ze gaat ook op ontdekkingsreis om erachter te komen wat haar opa mee heeft gemaakt in de oorlog. En het boek is geschreven in eigenlijk 2 tijdlijnen. En je gaat dan terug naar het verleden en dan lees je het verhaal van Bram en Saar. En Bram is de opa van Liz. En dat is het oorlogsverhaal. En Bram en Saar worden verliefd op elkaar vlak voor de oorlog. En dan ineens krijgt Bram een oproep en moet hij voor de vijand gaan werken in Duitsland. En dan is het de vraag, is de liefde sterk genoeg om die oorlog te overleven? Mm-hmm. Dat klinkt wel goed. Ja, dat klinkt goed, hè? Ja. En is de namen die je nu noemt, zijn dat de echte namen van de mensen uit je familie? Het speelt wel echt in jouw eigen familie. Ja, ja. Speel je er op de een of andere manier misschien onder een andere naam zelf nog een rol in? Je kan wel zeggen dat Liz die op zoektocht gaat... Ja, dat ben jij eigenlijk. Liz gaat met een knappe man in een cool busje op een roadtrip. Ja? En ik ben met een wel hele lieve vriendin, hoor. In de kou, helemaal niet romantisch, ben ik wel naar het oosten van Duitsland afgereisd... om de archieven in te duiken. Ja. En heb ik ook ontdekkingen gedaan. En die ontdekkingen die vind je wel weer terug in het verhaal van Liz. Dus wat dat betreft... heeft het wel overeenkomsten, maar ik heb de liefde al lang gevonden... en Liz die heeft nog een heel pad te gaan wat dat betreft. Ah, ja, ja. Maar even, waar je gaat naar de archieven in Duitsland, in Nederland ook. Waar moet ik aan denken? Bij de gemeente of zo? Ga je daar dingen opzoeken? Waar zoek je dingen?
Ja, nou, dat is misschien... En wat zoek je ook vooral? Nou ja, ik ben op de naam van mijn opa gaan zoeken. Ik ben begonnen bij oorlogsbronnen.nl. Dat is eigenlijk een website van het Nationaal Archief. Mm-hmm. Dat zit hier vlakbij in Den Haag. En ja, toen kwamen er ook al ineens documenten naar voren... waarvan wij in de familie nog geen weet hadden. Dus dat was wel echt heel cool. Echt wel een hele gave vondst. En in het Stadsarchief Rotterdam heb ik ook het een en ander kunnen vinden. En dat begint gewoon allemaal online. En mijn onderzoek speelde ook af in de coronatijd. Dus ik kon ook bijna alleen maar online terecht. Maar gelukkig is er al heel veel gedigitaliseerd. En toen kwam ik ook ineens in de Duitse archieven terecht. Het Aarolse archief heet dat. En toen vond ik ineens Russische documenten. Nou, ja, probeer dat maar te lezen als je geen Russisch kent. Dus het was echt een hele interessante zoektocht. En wel met hulp van wat deskundigen, historici en ook de familie zelf. Wat puzzelstukjes, want oom Koos wist dit en neef Arjan wist dat. En mijn moeder wist weer iets anders te vertellen. En heb ik uiteindelijk het hele verhaal rondgekregen. En toen... Maar even, dat soort onderzoek is dan vooral om de feitelijkheden juist te krijgen. Maar het liefdesverhaal staat natuurlijk niet in die archieven, denk ik. Nee. Of is dat dan verzonnen? Ik heb het wel wat geromantiseerd, uiteraard. Natuurlijk. En ik wist niet precies wat opa en oma allemaal tegen elkaar zeiden in de oorlog. Of wat ze naar elkaar schreven. Uiteraard. Dus daar heb ik wel mijn creativiteit op losgelaten. Ja, ja. En zo wordt het een boek. Maar ik vond het je vond het dus belangrijk dat het ook feitelijk gewoon wel klopte zoals het ook gegaan was? Ja, dat vond ik wel belangrijk. Ja. Ik wilde wel mijn opa en oma eer aandoen en ook de familie. Ja. Maar ik wil ook geen historicus op het dak krijgen die zegt van ja, sorry hoor, dit is echt niet gebeurd. Dus ik heb het best wel gedegen aangepakt. Ja. Oh, mooi. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar een klein stukje. Maar overigens, dat vertelde je net even toen we nog niet in de uitzending waren. Van het verhaal speelt zich ook een deel af in onze regio, hè? Ja, in Leiden zelfs. In de mooie stad Leiden. Want daar woonde je opa? Nee. Het is niet jouw opa, of het is jouw opa ook? Ja, het is jouw opa. Ja. Ook mijn opa, ja. Nee, hij is wel vaak in Leiden geweest, want ik studeerde in Leiden. En dus hij kwam wel bij mij langs. Maar het verhaal, de tegenwoordige tijd, hè, de recente verhaallijn die over Liz, die begint in Leiden. En Leiden, Liz is een Leidse student in het verhaal. En ze woont in een studentenhuis op de Hooigracht. En ze gaat met een hele leuke jongen. Gaat zij ook op bij de Burcht borrelen. Speelt een romantische scène zich af ook boven op de Burcht. Dus Leiden heeft ook een rol in het boek. Dus je gaat er ook nog dingen herkennen. Dat is ook leuk natuurlijk. Ja. Hè? Je gaat een stukje lezen, maar dat heeft niet per se met Leiden te maken. Maar wel iets wat veelzeggend is over het boek. Dus laat even een stukje horen van dit mooie boek. Als de sterren fonkelen, zo heet. We beginnen gewoon maar bij het begin. Ja, mooi. Rotterdam, juni 2010. Liz staart teleurgesteld naar het gele boekje in haar handen. Moet ze het hiermee doen? Ze had minstens een in leer gebonden stoffig dagboek verwacht, met vergeelde bladzijden. Of nog beter, een verzameling oude brieven met een mooi lint eromheen. In romans beginnen verhalen toch altijd zo? Nee, dit dunne, knalgele boekje is niet de sprookjesachtige vondst waar ze op had gehoopt. Ze onderdrukt een kriebel in haar neus. Oké, de kast waar het boekje lag is wel een beetje stoffig. Liz gaat op het bed van haar oma zitten en bladert door het boekje heen. Dan bladert ze een tijdje en ze mijmert een beetje herinneringen. En dan ga ik even een stukje verder in het boek. Op het moment dat Liz het boekje dicht wil doen, maakt haar hart een sprongetje. Het is maar één zin, maar het is duidelijk het handschrift van opa. Ze herkent het van het versje in haar poëziealbum. De foto ernaast toont enkele witte gebouwen op donkere aarde. In het midden hopen puin en... Ze haalt het beeld dichter naar zich toe. Er liggen lichamen. Dode lichamen. Gehuld in gestreepte pyjama's. Hoeveel zijn het er? Tientallen? Nee, zeker honderden. De aanblik maakt haar een beetje misselijk. De rijen levenloze mensen op de foto lopen door tot aan de horizon. Het is echt niet voor het eerst dat ze een foto van lijken ziet. Bijna iedereen kent de beelden van concentratiekampen en massagraven wel. Maar het is het zinnetje ernaast, in het kriebelige handschrift van opa, dat haar maag doet omdraaien. Ik was erbij, staat er. En dat is het begin van het boek, hè? Nou, dit triggert inderdaad. Mooi. Het is dus ook, je krijgt ook een beeld van hoe het in de oorlog was met dit boek dus. Hè? Zeker. Even los van de feel-good lijn die eronder hangt, hè? De liefde.
die je net al aangaf. Uiteindelijk krijg je ook een gevoel bij van hoe de situatie was destijds. Zeker, want daar ben je al de onderzoeken voor gaan doen natuurlijk ook. Ja. Heb ik gelukkig niet voor niets hoeven doen. Nee. Ik heb ook gekozen voor een wat minder bekend stukje geschiedenis. We kennen, hier gaat het wel wat over concentratiekampen. Heel vaak gaan oorlogsboeken over de jodenvervolging. Mm-hmm. Ook super belangrijk dat die boeken geschreven worden. Maar hier gaat het over de dwangarbeid. En dat waren heel veel mannen in Nederland die opgeroepen zijn. 600.000 ruim. En dus moet je je voorstellen hoeveel kinderen, kleinkinderen van die mannen nu in Nederland rondlopen. Dat zijn waarschijnlijk meer dan 1 miljoen. Maar er wordt niet heel veel over geschreven, over de dwangarbeid. Maar het is wel echt super interessant. Dus wat dat betreft voelde het voor mij ook wel als een missie om dat onderwerp in romanvorm, in een liefdesverhaal te gaan gieten. Wat meer toegankelijk is. Misschien ook wel voor jongere mensen, voor het wat bredere publiek. Want er zijn wel heel veel dingen geschreven over de dwangarbeid. Maar dat is best wel suffe literatuur, moet ik zeggen. Daar moest ik me behoorlijk doorheen worstelen. Ja. Juist in een verhaalvorm komt het misschien eerder bij je binnen ook. Dat hoop ik. Wat meer bij je binnen misschien zelfs. Even, je ouders, die leven nog, die hebben de kinderen van, of het kind van je opa? Ja. Is je moeder of je vader? Mijn moeder, ja. Heeft ze het gelezen? Nou, ze gaat het nog lezen. Ze krijgt het zondag op de boekpresentatie. Oh, oké. Maar ik ben benieuwd hoe zij het gaat vinden. Want zij gaat misschien nieuwe dingen te weten komen over haar vader. Ja, ik heb tijdens mijn zoektocht heb ik wel de vondsten gedeeld met mijn moeder en ook met mijn 2 ooms. Er zijn al 3 kinderen in leven van mijn opa. En dus heel nieuw zal het niet zijn, maar ik denk wel dat ze... Is ook een bron voor je geweest trouwens? Mijn moeder, voor wat betreft het verhaal van mijn oma wel. Dat is dan wel interessant. Die vrouwen die spraken met elkaar, maar ze had van haar eigen vader heel weinig gehoord eigenlijk. Maar mijn oom wist weer wel heel veel van mijn opa. Dat was wat ik net zei. Hè? Die puzzelstukjes, iedereen wist een beetje. En ik heb ze bij elkaar proberen te leggen. Komende zondag dan is de boekpresentatie. Dat is toegankelijk voor iedereen. Hè? Je moet wel aanmelden, geloof ik, hè? Ja, dat is wel handig. Dan hebben we genoeg koffie, thee en ook genoeg boeken. Ja. Heb je een flinke stapel meegenomen, begrijp ik. Ik neem een flinke stapel mee. Maar als de aanmeldingen nu nog meer worden, neem ik gewoon nog wat meer boeken mee. Ja. Waar is het? Het is in de bibliotheek in het centrum van Leiden, naast de Burgt. Dus de Nieuwstraat 4 of 14. Oh god, het had ik niet voorbereid. Nou ja, bij BPC. BPC, dat weet ik. Gewoon het midden in het centrum, naast de Burgt. Precies. Dat kunnen de Leidenaren toch wel vinden, die Burgt. Ja. Vanaf 2 uur kun je erbij zijn. Hè? Maar eventjes van tevoren aanmelden, zodat je in ieder geval een plekje hebt. En dat er ook thee en koffie voor je is. En een boek natuurlijk, hè? Ja. Moet je afrekenen natuurlijk, dat wel. Ja, dat wel, ja. Maar als mensen gewoon willen komen en geïnteresseerd zijn, ook welkom, hoor. Dat is helemaal prima. Want het boek komt uiteindelijk ook in de bibliotheek te leen. En of je mag het luisteren op Storytel, al die dingen. Ja, je hebt het zelf die... al een luister... Je hebt zelf ingesproken, het luisterboek. Nee. Het is ingesproken door Donna Vrijhof. En die kan dat ontzettend goed. Veel beter dan ik. Ja. Dus, mooi. Maar jij gaat het komende zondag wel zelf een stukje uit voorlezen? Ja, dat wel. Ja. Dat hoort erbij natuurlijk. Ja, met de haperingen en zo. Het is jouw verhaal, dus dat is toch het mooiste ervan. Komende zondag dus om 2 uur aanmelden via de website van BPC, bpc.nl is dat. En daar kun je alle informatie nog even vinden. En veel succes met de verkoop van het boek. En nu al bezig met het volgende al gelijk? Rust? Dat stopt niet. Ik vind het zo leuk. Okay. Dus ik ben alweer met een volgend boek bezig. Weet je waar het over gaat dus? Ja, het speelt zich af in Schotland. En daar heb ik als decor de Slag om Culloden. Oh. Dat is 16e eeuw. Benieuwd. Jet Nijland, Als de sterren fonkelen, komende zondag. En we gaan praten met Beatrice en Nora van de Benefietvogels. Van harte welkom allebei. Hi. Ja, de microfoon is handig erbij. Jullie hebben binnenkort een voorstelling, speciaal een benefietvoorstelling, want jullie zijn van de Benefietvogels. Voor de donatie van groente aan de voedselbank. Maar ik wil eerst even beginnen met de Benefietvogels, want dat is een leuke naam. Dat verraadt hoe iets. Jullie doen iets met benefiet. Ja. Is dat iets, zijn jullie daarvoor opgericht dus, begrijp ik dat? Ja, dat klopt. Nou, ik ben Nora, bedankt voor het ontvangen. Ja. Nou ja, 2 jaar geleden was ik in een vluchtelingenkamp aan het werk. Ik ben arts. En toen was er COVID en was er geen cultureel event.
En wilde ik heel graag iets betekenen voor de vluchtelingen op Lesbos, voor de vereniging waar ik voor gewerkt heb. Mm-hmm. En combineren met een cultureel event waar iedereen naar snakte. En nou, dat vertelde ik aan Beatrice, een goede vriendin. En ik zei, ja, weet je wat ik wil doen? Ik ga gewoon een theater mailen. Dit is mijn idee met onze dansgroepen en circusgroepen en vast ook wel muzikanten. Gaan we gewoon kijken of we een event kunnen neerzetten. Ja. En toen zei Beatrice, ik doe mee. Ja, precies. Maar even, want je bent arts, zeg je. Maar ja. Had je ook iets met de culturele sector dan? Ik denk dat de culturele sector een van de belangrijkste sectoren zijn van de wereld, naast de natuur. Mm-hmm. Ik zit bij een dansgroep en zodoende leek het me heel gaaf om een show neer te zetten. Ja, want je zag daar de situatie, dat was dus door de situatie op Lesbos. Ja. Dat je dacht van hier moeten we iets mee gaan doen, kunnen hier misschien iets combineren. En toen kwam je dus inderdaad bij Beatrice uit, die je al kende. Ja, ja, we kennen elkaar dus ook van de dansgroepen. En toen Nora bij me aankwam met het idee om voor die Stichting Bootvluchteling geld te gaan inzamelen met een theatervoorstelling, dacht ik, ambitieus, I'm in. Laten we het proberen. En het was ook de dansgroep die we hebben. We hebben een hele leuke, hele goede docent bij. En het was ook een deels vanuit de gedachte, dan kunnen we ook haar een keer weer een podium gunnen om de dansgroep uit te voeren. En dan kunnen we ook meer lokale artiesten een podium gunnen om hun kunst op uit te voeren. En daarbij ook nog goed geld in te zamelen voor een goed doel. Dat vond ik een heel mooi streven. En dat is dus inderdaad vorig jaar de voorstelling Iedere vogel prijst zijn nest geworden. En omdat we dachten, ja, nou hebben we het dus een keer gedaan. Nu weten we hoe het moet. We zijn gewoon from scratch begonnen met zo'n voorstelling opbouwen. Geen idee waar we mee bezig zijn, maar het is heel mooi geworden. En toen dachten we, ja, dit moeten we eigenlijk gewoon vaker doen. Het heeft dus gewerkt. Het heeft ook opgebracht. Het heeft geld opgebracht. Ja. Hoeveel was het ook weer, Nora? 5.500. Ah, mooi, ja. Dat is wat. Ja, ja. Precies. Ja. Dus het was succesvol. Het was succesvol op het gebied van het geld inzamelen. Het was succesvol op het gebied van artiesten een podium gunnen. Het succesvol op het gebied van hele tevreden bezoekers die zeiden, nou, wanneer doen jullie dit weer? En toen hebben we gezegd, weet je, dat stukje vogels, dat houden we vast. Vinden we een mooie beeldspraak. Benefiet vogels, dat blijven we. En dan gaan we nu een nieuw doel opzoeken. En dat is de verse groente voor de voedselbank geworden. Ja, maar even, zijn jullie nou met z'n tweeën de vogels of zijn er nog meer vogels? Er is nog een derde vogel, Louise. Ja? Die hoort ook bij het groepje. Vorig jaar hebben we het met z'n tweeën gedaan, Nora en ik. En omdat het gewoon best wel veel werk was, heb ik gezegd, weet je, als we het nog een keer gaan doen, ik wil het heel graag. Maar dan wil ik er wel minstens één teamlid bij hebben. Gewoon omdat er heel veel bij komt kijken, zo'n voorstelling organiseren. Ja, ja. Dus toen heeft Louise ook van onze dansgroepen gezegd dat ze het leuk vond om mee te doen. Dus die doet bijvoorbeeld veel promotie op de Instagram, dat soort dingen. Ja, maar jullie zijn eigenlijk de organisatoren daarmee, hè? Jullie zijn niet per se degene die ook op het podium staan dan. Ook misschien wel, maar niet alleen toch. Maar er zijn meerdere mensen die dan meedoen. Meer mensen op het podium. Dus die komen vanuit andere groepen of theatergroepen of iets dergelijks dan. Ja. Maar goed, even naar het goede doel van deze keer dan, de voedselbank. Ja, waarom heb je daarvoor gekozen? Nou, het theater in het Blauw vroeg om een lokaal doel. En we zitten bij een biologische tuin. Die was bezig met de groentedeler om groenten te geven aan de voedselbank. En vorig jaar was daar een pilot en dat was zo goed bevallen. Mensen waren zo blij met die duurzame, supergoede groenten. Dat ze er een stichting was die dat gat probeert op te vullen. Omdat supermarkten die leveren op zich wel groente. Alleen omdat er steeds minder verspilling is, is er steeds minder groente voor de voedselbank. En daar speelden wij op in. Ah ja, dat is natuurlijk wel echt een keerzijde van het verduurzamen inderdaad. Ja, precies. Dat denk je snel aan. Ja, van die dingen waar je... Dat denk ik niet heel snel aan. Nee, dat denk ik niet aan. Want dat we natuurlijk zuiniger zijn met onze eten. En dan, dan blijft er minder over natuurlijk ook. Of er worden ook natuurlijk dingen tegenwoordig door de supermarkten ook die wat ouder zijn gewoon nog steeds verkocht tegen een lagere prijs. Precies, dat wij bereid zijn om nu de buitenbeentjes te kopen bij de appie. De champignons of de paprika's die er net wat gekker uitzien. Ja, precies, ja. Dat zijn dingen die vroeger naar de voedselbank zouden zijn gegaan. Ja. En in de praktijk betekent dat en mensen komen voor een aantal dagen in de week bij de voedselbank om voedsel te halen. En daar zit maar voor 2 dagen van die week zit daar verse groente bij. En als je denkt aan gezondheid, dan is dat
gewoon veel te weinig. Ja. Dat was, voorheen was het dus echt veel meer. Ik weet niet of het ooit meer is geweest, maar het is nu vooral voor de voedselbank veel moeilijker om die groenten bij elkaar te verzamelen. Dus de voedselbank is ook heel blij dat een stichting als de Groentedeler nu is opgezet. Die echt doelgericht bezig is met voedsel produceren voor de voedselbank. En wat heeft die stichting? Waar komt die vandaan, die stichting Groentedeler? Stichting de Groentedeler is opgericht door twee heren van de Ecclesia in Leiden. Die zijn verbonden met de Hooglandse Kerk. Ja. En die zijn daar vanuit een werkgroep die bezig wilde met biologische groenten, met verduurzaming, met armoedebestrijding. Zijn die aan de slag gegaan, zijn die in contact gekomen met dan weer een zelfoogsttuin, die heet Bij Mij, die zit bij Zoeterwoude. Mm-hmm. Die zijn gaan samenwerken en hebben gezegd, wij kopen hier een bepaalde hoeveelheid groenten om zelf te oogsten en die doneren wij dan aan de voedselbank. Ah, zo. En dus eigenlijk met de voorstelling steunen jullie vooral die stichting? Ja, precies. En dus die stichting doet weer goede dingen richting de voedselbank. Ja. Precies. Dus het is voor groenten voor de voedselbank via een stichting. Ja. En dus eigenlijk waar het op neerkomt is dat de groenten die je voorheen dus gratis kreeg, althans via de supermarkt kreeg de voedselbank die gratis, dat het nu eigenlijk een soort van gekocht wordt. Maar ja, voor de voedselbank is het nog steeds gratis, alleen het wordt gewoon ingekocht eigenlijk nu daardoor dan. Ja. Precies. Ja, dus wat is jullie doel nu? Wat willen jullie graag ophalen voor de voedselbank? Ik denk dat we wel kunnen streven naar het doel van vorig jaar voorbij, overtreffen, precies. Ja. Dus we durven er nog niet echt een heel hard cijfer aan te geven, maar als we die 5.500 van vorig jaar kunnen overtreffen, ik denk dat we dan erg tevreden zijn. En wat gaan jullie daarvoor doen? Wat we gaan doen, het is een voorstelling, een soort verzameling van allerlei verschillende acts. Er komt dans, er komt poëzie, er komt muziek. Er komen aerial silks, dat ze in van die doeken hangen, zoals bij Cirque du Soleil, weet je wel. Oh ja. En dat ze daar dan acrobatiek in uitvoeren. Dus het is het mooie van onze voorstelling, vind ik, dat het eigenlijk voor ieder wat wils is. Mm-hmm. Als je er gewoon komt voor iets moois qua entertainment zien, dan hebben we dat. Als je iets wil, wat gaat over echt het doel inhoudelijk, dan gaan daar een praatje over zijn. De poëziestukken zullen daar wat meer op inhaken. Ja. Dus er is echt van alles wat. Ja. En dat is twee keer wordt het gedaan, de voorstelling? Precies. Op één dag, een middag- en een avondvoorstelling. Dus het is zondag 14 mei, een middagvoorstelling om 14:00 en een avondvoorstelling om 8:00. En daar moet het allemaal gebeuren. Hoeveel plaatsen zijn er dan? Want even wat doen, je had 5.500 euro vorig jaar opgehaald. Ja. Dus hoeveel mensen moeten daar voor binnenkomen? 400 plekken, 2 keer 200. Ah, oké. 400 plekken, dus even kijken. Nou, die moeten gewoon 30 euro betalen of zo. 15 euro. Oh, 15 euro. Ja. 15 euro voor normale tickets of 20 euro als je op de eerste rij wil zitten. Ja. Of als je een extra donatie wil doen, misschien kan ik ook een toch. Mag altijd. Precies. Ja, even. Dus dit gaat er gewoon een jaarlijks terugkerend iets worden voor jullie, de benefietvogels. Die gaan mooie dingen doen. Precies, daar lijkt het wel op. Ja. Nou, dat klinkt goed. 14 mei, er zijn nog kaarten, denk ik. Er zijn zeker nog kaarten te bestellen via benefietvogels.nl. Benefietvogels.nl. Voor een middagvullende of avondvullende voorstelling. Een show is daar. Moeten we het een voorstellingsshow noemen? Wat is het? Een voorstelling, ja. Een voorstelling met een goed doel op de achtergrond. Heel veel succes ermee. Ik hoop dat het gaat opleveren wat jullie graag willen dat het gaat opleveren. En sowieso is het doel natuurlijk alleen maar prijzenswaardig. Dus hopelijk gaat dat inderdaad binnengehaald worden. Dank jullie wel. Dank je wel. Hartelijk dank. Ja, wij kijken er erg naar uit in ieder geval. Ja, en op naar de volgende dan weer daarna weer. Hè. Maar eerst maar even dit tot een succes brengen. Beatrice en Nora van de Benefietvogels. En wie hebben we hier? Nou, het is niet Jan Verkleij, maar wel Maurice en Hanna van de kliniek die binnenkort gegeven gaat worden. Of de kliniks moet ik zeggen, tijdens het Demofestival. Hanna, jij bent van Swift. Ja, ik ben in ieder geval ook Swift-lid. Ja. Swift-lid. Ja. En Maurice? Ik werk in de winkel bij Raasbijks. Ja, bij Raasbijks inderdaad. Een van de partijen die meedoet aan de organisatie van dit demofestival. Even, jullie zijn zelf heel erg sportief, neem ik aan. Zeker, ja. Ja, hoe sportief? Ja, we fietsen een paar keer per week. Donderdagavond hebben we altijd met een groep vrienden van de winkel een donderdagavondrit. En bij Swift op zondagochtend. Ja. Dus er wordt veel gesport. Ja. En je hebt vandaag je hardloopkleren aangehad, zei je net. Ja, het weer was zo verschrikkelijk dat het inderdaad even daarbij gebleven is. Ja, je hebt ze gelijk bij het getrokken. Morgen en overmorgen wordt het gewoon weer op een mooie weerloper. Wel een beetje. Oh ja. Ja. Ja, goed, ja. Ja. Nou ja.
Dat gaan we natuurlijk allemaal afleren tijdens het demofestival, denk ik. Hè. Er moet gewoon altijd gewoon gelopen worden en gefietst worden. En gespietst, pedelecten, weet ik het allemaal. En jij, ben jij heel erg sportief, Maurice? De sportschool, daar richt het niet, dus dat was top vandaag. Oh ja, dus ja. Jij kan gewoon doorgaan, je hebt geen excuses. Ja, nee, daarom. Dus dan geen excuus meer, nee. Dus dat scheelt. Ja, dat scheelt, ja. En vorig jaar hebben jullie voor de eerste keer samen met een paar andere partijen hebben jullie het demofestival georganiseerd. Dat was vlak nadat corona was een beetje opgeheven. Tenminste, ja, we mochten weer naar buiten. Toen dachten jullie van, we gaan gelijk even laten zien wat er allemaal kan buiten. Ja, je ziet dat racefietsen, dat hardlopen hele populaire sporten geworden zijn in coronatijd. Hè? Ja. Dat kon je namelijk in klein gezelschap en lekker buiten doen. Mm-hmm. Dus dat heeft in populariteit enorm toegenomen. Dus wij dachten inderdaad met een aantal lokale partijen, laten we de Leidenaren en de mensen in de buurt inspireren tijdens het demofestival. Ja. En het laten zien wat verschillende fietsen zijn, wat de frame-maat is. Verschillende schoenenmerken en andere gadgets. Ja, ja, ja. Om een beetje geïnspireerd te raken. Dus tijdens het festival staan er natuurlijk sowieso allemaal spullen. Hè? Want jullie zijn ook van winkels, dus dat is logisch. Hè? Dus er zijn allemaal schoenen te kopen en fietsen en speedpedelecs. Speedpedelecs is hartstikke populair tegenwoordig, geloof ik, hè? Gaat het hard met de speedpedelecs? Zeker. Ja, ze gaan natuurlijk zelf hard, maar gaat het ook met de verkoop hard, bedoel ik eigenlijk. Met de speedpedelecs. Nou ja, als je erachter komt dat bijvoorbeeld je woont in Leiden, je werkt in Delft, dat je met speedpedelec bijna twee keer zo snel op werk bent dan met de auto. Ja, dan is de keuze misschien snel gemaakt. Dat is interessant. Ja, ik zei net al tegen Tijn, is wel iets voor jou. Want Tijn moet hier naartoe komen met de fiets. Vanuit Zorg en Dijk. Goed, het is toch een ent, hè? Ja, ik heb het zwaar, man. Ik heb het zwaar. Nou, je klaagt er elke week over. Dus, ja, zeker. In die zin zou het iets voor je kunnen zijn natuurlijk. Maar worden ook demonstraties gehouden, hè? Ja, ja, klopt. Dus mensen kunnen zelf zich inschrijven om een fiets of ander materiaal te testen. Mm-hmm. Maar inderdaad, er zijn ook clinics, mountainbike clinics op het parcours van Zwift, de Bult. Hè, dat is die oude afvalberg aan de rand van Leiden. Daar is een mountainbike parcours op. Er wordt een wegronde gehouden. En een gravel clinic. Gravelbikes, hardlopen worden 5 kilometer lopen gehouden. En je kan natuurlijk met de bakfiets van een bepaald merk, met speedpedelecs, kan je lekker op de weg testen. Oh, je wordt even wel goed begeleid dan daarbij. Want als je natuurlijk nooit op zo'n ding hebt gezeten, op zo'n speedpedelec bijvoorbeeld, dan wil je eventjes veilig van start gaan. Ja, zeker. En om die brug zo laag mogelijk te maken, is dus ook dit festival. Dat mensen echt eventjes in aanraking kunnen komen. Hoe gaat dat dan? En voor de meer geoefende fietsers natuurlijk om te kijken welke nieuwe fietsen ze graag willen. Ja, ja. Nou, uiteraard, dat is ook belangrijk. Schoenen, hè? Hardloopschoenen, dat is ook zo'n ding. Ik heb wel eens een keer een blauwe maandag hard gelopen. Mag geen naam hebben. Toen heb ik goedkope schoenen gekocht, omdat ik al van tevoren wist van, dat gaat toch nooit lang duren, dus laat ik niet al te veel geld besteden. Maar waar moet je nou bijvoorbeeld op letten als je nou schoenen koopt? Ah, dat is een goeie, dat vind ik een mooie. De echte hardlopers hebben volgens mij zelfs meerdere paren. Dus een paar wedstrijdschoenen, een paar trainingsschoenen en dergelijke. Ja. Je hebt volgens mij schoenen met versteviging erin, waarmee je net fietsje harder kan lopen, maar minder comfortabel is voor de training. Dus er is volgens mij op dat gebied ook genoeg te testen. Dat is wel leuk. Ja, maar even, wordt dan ook je voet gemeten bijvoorbeeld? Is dat dus ook in tegenwoordig, toch? Dat je eerst helemaal een analyse krijgt van je voeten. Dan moet je een stukje lopen en zo. Ja, ja, een van de partijen waarmee we werken, die, de hardloopwinkel in dit geval, die doet dat. Zeker. Ja, ja. Ja, en als je even aan het onderwerp fietsen bijvoorbeeld, moet je daar nog op bepaalde dingen letten als je echt als je serieus wil gaan fietsen bij Zwift bijvoorbeeld. Hè? Jullie zijn allebei actief ook bij Zwift, hè? Maar wat dan? Nou ja, we hebben bijvoorbeeld, er zijn bikefitters in de regio. Er komen er toevallig ook 2 op die dag. Die gaan, die kunnen wat vertellen over een gezonde en goede houding op de fiets. Je kan via bepaalde kanalen, via Zwift, kan je ook altijd je beginstappen zetten tot van normaal wegfietsen toch naar de race toe te gaan. Er zijn bepaalde dingen voor opgezet om die weg te kunnen bewandelen. Dus dat is leuk. Ja. En er is genoeg. Is dat trouwens niet de valkuil van veel mensen die denken van, nou, ik word wel geïnspireerd, hè, want ik zie allemaal leuke dingen en leuk om bij een vereniging ook te gaan fietsen en zo, om dan maar gelijk alles aan te schaffen wat je dan wellicht zou kunnen gebruiken. Gewoon het beste van het beste. Maar ja, je weet niet zeker of je ermee doorgaat natuurlijk. Hè? Maar ja, aan de andere kant, als je natuurlijk voorzichtig begint, kan je dat geld weer weggooien. Als je na een paar maanden denkt van, nou, dat is echt iets voor mij. Kan ik weer een duurdere fiets gaan kopen bijvoorbeeld? Ja. Of een duurdere speedpedelec of wat het ook is? Ja,
ik ben 3 jaar geleden gaan fietsen. Ik was verliefd op de sport. En goed materiaal is daarin gewoon wel heel belangrijk. Ook voor je eigen veiligheid. Dus zelfs mocht je na een paar maanden denken, dit is niet voor mij, dan kun je zoveel krijgen van tweedehands dat het doorverkopen altijd mogelijk is. Maar het gaat juist om de mensen te informeren. Wat voor frame maat heb je met jouw lengte nodig, zodat je wel verantwoord op de fiets gaat zitten met de juiste helmen, dat soort zaken. Dus, En natuurlijk ook de klassieker van de gemiddelde fietser die wij kennen, misschien met een veel te dikke buik, die kan ook het verschil voelen. En dat is natuurlijk ook leuk. Even weer van die oude stalen Rossa waar je altijd op zat, even zo'n carbon fiets proberen. Ja, die gaat dat ook en merken. Wat voor fiets? Een carbon fiets? Ja, van carbon. En hoe werkt dat? Hoe ziet dat eruit? Carbon kan je weven. En daar kan je van alles van maken natuurlijk. En ook een fiets. En dan is het vrij licht en sterk. En ook... Want daar houd je dan wel, zeg maar. Hij is sterk genoeg om ook mensen met een dikke buik... Ja, makkelijk. Ja? Ja, zeker. Oké. Ja. Is dat een voordeel voor mensen die wat zwaarder zijn om juist een lichte fiets te hebben dan? Het mag altijd en je zal altijd het verschil daarmee voelen. Alleen, je moet wel realistisch blijven. Alles mag. Ja, ik begrijp dat alles mag, ja. En je moet natuurlijk een goede keuze maken. En de kleding hebben jullie ook nog, hè? Tijdens de dag worden er ook dingen getoond die daarmee te maken hebben. Dus want ook dat is nog belangrijk als je bijvoorbeeld op een fiets stapt. Dat je de goede kleding aan hebt. Ja, je hebt echt goede kleding nodig. Je moet het niet te warm krijgen. Dus het moet goed zwetend zijn. Je moet het ook zeker niet te koud krijgen op de fiets. Nee. En als je de duinen afgaat met een fris windje, dan kan je dat best voelen. En wat mooi is, natuurlijk ook wel eens belangrijk waar het vandaan komt, hoe het gemaakt wordt. En daarin hebben we gewoon een hele leuke partner. En die gaat op die dag daar zeker nog wat over vertellen. Ja, er wordt ook over verteld, ja. Want even, wat gebeurt er verder op deze dag? Behalve dat je allerlei dingen kan zien en proberen en testen en zo. Nou ja, er is ook muziek. We hebben een band, we hebben een DJ. Er is wat te drinken, er is wat te eten, foodtrucks. Dus het wordt ook gewoon één groot feest. Ja. Ik kom. Ja. Jij komt, ja. Ik kom wel. Vanwege de muziek of vanwege het eten? Allebei. Twee. Allebei. Via de goede combinatie, ja. En dan maar kijken of je ook nog eens een keer ergens gaat kijken bij de dingen die ze daar... Dan zie ik het voor de rest wel. ...getoond hebben, ja. Dat zou wel mooi zijn natuurlijk, hè. Nee, dus er is voor ook wat wils, dus ook dat je denkt van... ik vind eigenlijk niks, maar ik heb wel trek in een hapje. Dan ga je daar ook gewoon, langs. Zeker. En als je je kinderen mee wil nemen, is ook gewoon een springkussen. Dus die kunnen zich daarop uitleven. Ja, dus, wat doet, kom lekker met het gezin. En wat doet Zwift verder nog? Want Zwift is natuurlijk de wielervereniging. Ja, wat gaan jullie doen op die dag? Stellen ze hun terrein hiervoor beschikbaar. Mm-hmm. Christian van Zwift is een van de mede-organisatoren. Ontzettend veel logistieke handelingen doen zij mee. En ze hebben natuurlijk gewoon ook een hele grote fietserschade die zal komen. Die maken eerst een zondagochtendrit en schuiven er daarna ook aan. Dus, Ja. En ik begreep dat er ook nog een live podcast wordt opgenomen. Ja, klopt. De heren van het wielerorakel... Die komen 's middags na de Giro-etappe die dan wordt afgespeeld, de podcast opnemen. Ja, geweldige podcast, superleuk. Ja, volgens mij gaan ze ook wat vertellen over hoe ze nou precies dingen voorspellen. Dus dat is altijd interessant. Oh, oké. Ja, dat is heel mooi. Ja. Weet je daar al iets van, toevallig? Ja, hoe ze dat doen? Ik wil niet te veel verklappen, maar iets met Excel-sheets en dergelijke. Ja, kun je op basis van allerlei berekeningen kan je een beetje voorspellen hoe het afgelopen? Ja, dat is een beetje een van hun mooiste zaken waarmee ze werken. Dus aan de hand van bepaalde data misschien een goede voorspelling kunnen doen over wat er zal gaan gebeuren tijdens bepaalde wielerrondes. Zijn ze er goed in ook? Ja. Dat weet jij uit ervaring? Ja, ik heb het zodanig gehoord van wat ze allemaal kunnen. En dat klinkt goed. Ja. Oké. En dat is in de middag? Dus ergens in de middag? Ja, in de namiddag inderdaad. Het leuke is dat je dan inderdaad tips kan krijgen... hoe je wielerpoeltjes wint met vrienden. Dus, ja. Ja, nou, wordt een mooie vertoning. Mooi. Op zondag 7 mei vindt het plaats bij Zwift. Daar staan alle spullen klaar, maar dan kun je vooral dus ook dingen gaan proberen. Kun je ook aan de clinics mee gaan doen. Die goed begeleid worden, hoor ik net. En dan kun je ook nog genieten van muziek, van hapjes, drankjes. En natuurlijk, waar het net over ging. Dat gebeurt ook nog. De live podcast wordt opgenomen. Dus kun je ook naar kijken. Veel succes. Ja, dankjewel. Dank jullie wel. Hanna. En de achternaam was... Groen. Natuurlijk. En Maurice. Van der Mark. Precies. Helemaal goed. Dankjewel. Het Demo Festival is 7 mei. Dan is het zover. Bij Zwift in Leiden uiteraard. Fijn weekend allemaal. Ga je nog leuke dingen doen? Fietsen sporten. Natuurlijk. Fietsen, ja. En je bent al aan het bier begonnen, dus ik weet niet, komt er nog aan? Ja, maar morgen wel weer aan het werk. Oh, oké. Nou ja. Veel plezier dan. Goed weekend.